Hallo, dit is een snelle intro. Het is straight to the point. Maar ik ga jullie uitleggen wat je moet doen om je geluid van Windows een bass boost te geven. Sinds de nieuwe Windows update is die optie bass boost er niet meer. Maar ik ga jullie vandaag laten zien hoe je dat gaat doen. Hoe je dat moet doen. Als allereerste gaan we rechts onderin. Naar de luidspreker. Daar klik je op. Geluidsinstellingen openen. Dan kom je hier. Dan ga je naar apparaateigenschappen. Rechtsbovenin. Extra apparaateigenschappen. Dan opent hij dit. En dan heb je hier alles. Kijk, dit verschilt per ik heb dit, maar misschien heb je iets anders. En dan heb je niveaus, bladibla. Dan heb je hier. Verbeteringen. Je moet equalizer hebben. En helaas zit er geen bass boost bij. Klassiek, ja, maar dat is geen bass boost. Nee, dat klopt. Nu komt het liedje. Zonder bass boost, zonder effecten. Die ga je nu horen. Je zou denken, klinkt niet verkeerd toch? Eigenlijk wel. Als je goede speakers hebt, natuurlijk bijvoorbeeld subwoofers, weet ik veel wat. Dan is het natuurlijk fijn dat je die dreun hebt, want je hebt niet voor niets goede speakers. Dus wat je dan gaat doen is terug naar equalizer. En dan ga je naar hier de drie puntjes. Eerst doe je hem op laag, als je hem zo hebt. Eerst doe je hem op laag. Vervolgens pas je 62 aan, doe je iets naar beneden. Iets hier, 25 doe je ook hier. Beetje hier zo, beetje hier zo. En dan heb je zoiets. En dan doe je hem opslaan. Nou, je kan het noemen bass boost. Want nou is het bass boosted. En dan sla je hem op. En dan gaan we nu eens luisteren hoe het nu klinkt. Natuurlijk kan je nog even spelen met je instellingen. Bijvoorbeeld wat dieper moet of zo, maar... De instellingen, ik ga dat ook in een screenshot zien, dadelijk. Die instellingen, dat is juist dat het perfect is, dat het niet te veel is, niet te weinig. Dat is precies zo goed.